Samen met mijn moeder Ria en mijn vrouw Renate heb ik een melkgeitenbedrijf. Wij melken 1500 melkgeiten en 700 opfokgeiten. We hebben één BWL-leerling in dienst en in de weekenden hebben wij een melkster. Verder hebben wij nog wat mensen die hand- en spandiensten verrichten. Mijn visie is op een efficiënte en duurzame wijze geitenmelk produceren met respect voor mens, dier en milieu. Dit doen wij in een duurzame geitenstal die voldoet aan de eisen van de Maatlab Duurzame Geithouderij. Onze stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen en heeft een lagere milieubelasting. Met maatregelen die wij treffen voor een betere diergezondheid en dierwelzijn. Ik ben eigenlijk pas tevreden als mijn geiten gezond zijn en mijn opfokgeiten goed groeien. Mijn doel is dat de melkproductie per melkgeit verder doorstijgt naar een hoger niveau. Mark, de geitenspecialist, helpt mij om het rantsoen optimaal samen te stellen, zodat de geiten goed produceren en mijn kostprijs zo laag mogelijk is. Mark is mijn sperringspartner als het om de geiten gaat. Het geheim van de familie Bowens is dat ze de focus leggen op de hoofdlijnen. Er wordt goed gelet op de kosten en geïnvesteerd in vooruitgang. Door verschillende aanpassingen te doen in de stal zijn de ideale omstandigheden ontstaan om te kunnen duurmelken. Dat betekent dat het licht en het klimaat in de stal automatisch worden gestuurd. En daarnaast komen er ook geen bokken in de stal. Er worden zo min mogelijk geiten gedekt en de geiten die de kost niet opbrengen, die worden niet langer aangehouden. De familie Bowens heeft de afgelopen 2 jaar de hoogste voerwinsttoename behaald. Voerwinst zegt wat over de dierprestatie, de melkopbrengst en de voerkosten. Door een betere kwaliteit ruwvoer is de voeropname gestegen. We hebben daardoor 10% minder brok gevoerd en een 10% hogere melkproductie gerealiseerd. Mijn dealer, Co van de Heide, helpt mij met het samenstellen van de bemestingsplannen voor de teelt van ruwvoer. Verder is hij mijn sperringspartner voor alles wat er bij het boeren komt kijken buiten de stal. Trots ben ik op hetgeen waar wij nu met ons bedrijf staan. We hebben afgelopen jaren heel wat meegemaakt. Nu hebben wij de Agros Co-bokaal gewonnen en daar ben ik echt trots op. Mijn ambitie is dat ons melkgeitenbedrijf geaccepteerd en gerespecteerd wordt door de voltallige omgeving van ons bedrijf.